Ja, want enerzijds zegt u van, nou ja, we hebben het niet onderzocht, maar u doet er wel aanbevelingen over. En ik sluit ook wel een beetje aan bij, nou ja, het is een paradox, omdat je die foto is gemaakt, zijn de verslagen openbaar geworden. Maar als je dan uiteindelijk in de situatie komt dat er geen antwoord op komt op die vraag, waarom stond dat daar? Is dat dan niet de kern van het probleem van het vertrouwen in de rest van het proces? En heeft dat dan eigenlijk niet te maken met openbaar maken van documenten, op welk moment dan ook, maar meer op het feit dat de vraag die gesteld wordt niet wordt opgehelderd? Mevrouw Van Baalen. De vraag die gesteld wordt, wordt niet opgehelderd. En even voor de precisie, ja, welke vraag bedoelt u nu? Ja. Waarom stond het er? Kijk, u zegt, we weten nu dat er over personen werd gesproken. Dat is altijd ontkend. U zegt vervolgens, functie elders behoorde niet tot onze opdracht. Maar u stelt wel vast dat functie elders maakte dat er openbaarheid was. Daarvan adviseert u nu dat voortaan niet meer te doen. U stelt ook vast dat door functie elders er geen vertrouwen meer was. Daardoor stelt u... En mijn vraag is dan niet het feit dat dat gefotografeerd werd... waardoor we weten dat er iets anders gebeurde dan dat feitelijk de opdracht zou moeten zijn. Dat het niet het openbaar maken van stukken of het verder... Maar het feit dat de vraag waarom stond het er, waarom werd er over gesproken, dat dat niet beantwoord werd. Bijvoorbeeld in het debat of bijvoorbeeld in de stukken. En dat je daardoor niet verder komt met een formatieproces of met... En dat dus niet het openbaar maken van documenten daaraan gerelateerd is. Ja, maar doordat die documenten wel openbaar werden gemaakt, zagen we allemaal dat er over personen werd gesproken. Ja, blijkens het openbaar worden, is er gesproken over een net gekozen Kamerlid. Dat hebben we allemaal gezien. Dat was al een feit voordat wij met onze evaluatie begonnen. En dat er in die fase van de formatie op zo'n wijze over personen is gesproken, dat was voor ons wel degelijk een punt. Alleen, wat hebben wij niet onderzocht? Wie heeft dat gezegd? Maar wel het feit dat er over personen is gesproken was een groot ding in onze evaluatie. Maar niet wie dan? Wie is daarmee gekomen? Wie heeft dat als eerste... Nee, goed, u heeft het over vertrouwen is cruciaal in het proces, nog los van hoe je het inricht. Ja. Ik zie u, mevrouw Michon Derksen, straks is er ook nog gelegenheid voor andere mensen. Ja, graag. Ja? Ja. En u stelt dat om het vertrouwen te behouden, er geen transparantie moet komen over wat er wordt gewisseld. Maar is niet vertrouwen in het proces ook dat op het moment dat er iets gebeurt en je komt achter iets wat niet conform de regels is of wat we hebben afgesproken, dat je dan in ieder geval het antwoord krijgt op de vraag, waarom stond dat er? Wie is daarmee gekomen? Ja, dat is toch ook een van de dingen, want u zegt nu, ja, de transparantie moet we aansluiten. Zeker. Maar dat was dus niet een opdracht voor ons. Ik bedoel, het 1 april debat, daar heeft de Kamer uren en uren en uren over dit punt gedebatteerd. Maar ja, dit was gewoon niet een vraag voor ons. De heer Boveneert, voldoende. Ja, is dat niet, dat is een vraag die u aan betrokkenen moet stellen. Hè? Betrokkenen die geen openheid van zaken hebben gegeven. Ook niet tijdens dat debat en daarna ook niet en nog steeds niet. Ja, en dat schaadt het vertrouwen. Ja. Dat schaadt natuurlijk het. Gaan we nog naar de heer Omtzigt, tot slot. En dan mevrouw Pauw-Verwijnen kijken of er nog vragen resteren. Nee, oké, maar dan deel ik dat. Want het is juist dat die betrokkenen geen openheid geven. Ik bedoel, er gebeurde iets. En als je dan niet zegt van, nou ja, op die manier hebben we erover gesproken. Ja, dan kom je in de klem te zitten. En daar kwam volgens mij de klem vandaan. Dat er over mij wel eens gesproken werd. Ja, ja. Ik heb toch nog één vraag over die verkennende fase. Want er zijn ook genoeg situaties denkbaar waarbij de dag na de verkiezingen het op zich vrij duidelijk is wie er met wie wil regeren. En dat er een soort natuurlijke groep van partijen bij elkaar komt die 7, 78, 82, 85 zetels heeft en zegt van nou ja, jongens, we gaan ervoor. En dat kunnen ze in een cafeetje doen, dat kunnen ze in weet ik veel waar ze dat doen. En dan zou je nu tegen die politiek leider zeggen, u heeft hier een informateur staan.
En u mag het de eerste 13 dagen niet over de inhoud, niet over de persoon en niet over de beleidsthema's hebben. Dat is een beetje met z'n allen Max Verstappen kijken en zeggen je mag het niet over auto's hebben. En daar wilt u een reflectie op. Helder. Mevrouw van Baan. Ja, we kunnen het formatieproces helemaal resetten. En terug naar vroeger. Alle tussenpersonen eruit. Geen verkenners, geen informateurs, geen duo's van informateurs, geen duo's van verkenners. Geen secondanten, noem maar op. Maar precies wat u zegt. De leiders van de politieke partijen, die een beetje een grote partij hebben, die gaan bij elkaar zitten. En die gaan praten. Ja. Dat is een mogelijkheid. Toevallig was ik vorige week met een Tsjechische collega. Hadden wij het, nou niet helemaal toevallig, over de kabinetsformatie. En trachtte ik haar uit te leggen hoe het in Nederland gaat. Nou, en ze zat echt helemaal van, dit vind ik niet te geloven. Waarom doen jullie het niet zoals wij in Tsjechië? En dat gaat dus op die manier. Dan gaan de winnaars van een paar partijen gaan bij elkaar zitten. En die vechten elkaar misschien de tent uit, misschien niet. Maar die proberen tot iets te komen. Maar goed, dat zou een terug zijn naar de jaren 50.